Het is nu 1:50 in de ochtend van 20 juni 2018. Ik ben hier in Noorwegen en daar boven, boven die bergen en die bomen uit, staat de ondergaande zon. Wat? Ondergaande zon? Hij zal weer aan het opkomen. Hé toch? Nu al? Ja, het is gewoon niet al vroeg zeg. Nou, wel rust. Nee, ik rij nog even door. Houdoe! Half 1 in de nacht. Die is aan het zaaien. Hier in Noorwegen is het dus weer een uur anders. Het is nu weer 11:45. Maar ja, in elk geval, je ziet wel, de zon die staat nog steeds 20 graden boven de horizon. 20 juni. Ja, kan ook. Aarde is ongeveer 23 graden gekanteld. Dus vandaar. Ik rij recht naar het noorden. En het is 11:58. Noorse tijd. We zijn weer een uurtje verschoven. En de zon staat in het noorden. De noordenzon. Ik vertrek met de noordenzon. Kijk, en nou is het 10:50. Na al die zomer- en wintertijden weet je natuurlijk niet wanneer de zon echt in het noorden staat. Hè? Maar volgens mijn kompas is dat daar het noorden. Dus moet die over 10 minuten moet die, ondergegaan zijn. En dan gaat hij weer op. Het is toch wel vreemd hoor. Al die winter- en zomertijden. Centrale Europese tijd, Greenwich Mean Time. We moeten er allemaal mee. Het is wel frisjes hier, zal ik zo zeggen. Hello.
is een panorama van de Nordkap. Het is eigenlijk nog 100 of 200 meter verder, maar het kost me 275 kronen. Had ik geen zin in. Zoals je ziet, het zit hier potdicht. Het zit hier potdicht. Dit was 360 graden Nordkap. Voor wie het niet gelooft, ja, kan het ook niet helpen. Dit was de Nordkap.